Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, het belangrijkste nieuws van de IFA-beurs in Berlijn. Welkom bij Hardware Info TV. Afgelopen week was in Berlijn de jaarlijkse IFA-beurs, ofwel de internationale Funkausstellung. Dat begon ooit als een beurs waar je nieuwe televisies zag, maar inmiddels zijn toch alle computerfabrikanten er ook opgesprongen. En is het echt alles van laptops, tablets tot tv's en wasmachines. Ja, want de televisies waar het allemaal mee is begonnen, of de radio's waar het eigenlijk mee is begonnen, dat is er nog wel, zeg maar, het radio-tv gebeuren. Maar het wordt breder inderdaad. En ja, laten we gelijk maar eerst met de hardware-info traditionele productgroepen beginnen. Dus met de pc's. Want wat interessant is, en dat zien we al een tijdje, pc-gaming is echt weer big business de laatste tijd. Er gaat heel veel geld om in high-end gaming-pc's. Ja. En je ziet nu dus ook dat bijvoorbeeld Lenovo springt er heel erg op in. Was bij een persconferentie van Lenovo, die hadden twee gamers uitgenodigd die onstage allerlei dingen gingen doen, praatjes gingen geven over waarom Lenovo uiteraard fantastisch was. Yeah. Maar heel opvallend dat melkmerken die je daar niet direct mee associeert nu echt heel erg hard inzetten op PC gaming. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen de desktop is dood en misschien voor de zeg maar 300, 400 euro pc'tjes hebben ze eigenlijk nog gelijk ook. Ja, dan koop je gewoon een laptop. Maar als je gewoon kijkt naar ook onderzoeken die recent uit zijn gekomen, dat high-end, dat is gewoon een groeiende markt. Wat mij daar wel bij opvalt, onder andere bij dit systeem, ook bij wat andere fabrikanten doen. Iedereen associeert gaming wel met het moet allemaal een extreem uiterlijk hebben. En je vraagt je bijna af waar zijn de game PC's van mensen boven de 30, zeg maar. Ja, nou, dan valt dit nog wel mee, want als we zo meteen nog wat verder kijken, zien we extreme systemen. Maar inderdaad, extreem en vooral rood. En bij Asus zei dat hebben wij bedacht, iedereen neemt het over. Prima. Ja. En dit is een Lenovo gaming laptop waar ze dan ook mee komen. Nou ja, hetzelfde weer, dus ook rood. Groot touchpad, groot beeldscherm, snelle hardware van binnen. En niet iets waar we Lenovo traditioneel mee associëren, maar ze komen er dus wel mee. Ja, en dan hier een nieuwe, ook een nieuwe game PC van Acer dan in de Predator-lijn. Die hebben ze al een tijdje. Ja, ook hier het uiterlijk. Ja, je kunt. Nou, dit is echt extreem. Ja, ik wil zeggen, je kunt dit ook echt met geen mogelijkheid meer ingetogen noemen. Ja, ook gewoon de nieuwste componenten van binnen. Toch wel gewoon een paar slimmigheidjes. Voel dat uittrekbare houdertje, zeg maar, waar je je headset aan kunt ophangen. Ja. Het is een stukje plastic, maar wat mij betreft toch wel echt gewoon slim bedacht. Ja, en wat ook wel leuk is, want dit systeem wordt geleverd met de nieuwste generatie K-processoren. Dus 6e generatie K-processoren, zowel Core i5 als Core i7 kan je kiezen. En er zit dus een turbo-knop bovenop. En met die turbo-knop kan je hem dus standaard direct overklokken. Voor mensen die dus niet de BIOS in willen duiken of niet met alle software, gewoon drukken op de knop en dan gaat naar een standaard overklok instellen. Want dat moeten we ook niet vergeten. Er zijn heel veel gamers die echt gewoon de hardware totaal niks interesseren. Nee, het moet gewoon die snel willen, zijn. Die willen gewoon niet gamen. Die kijken vermoedelijk ook geen hardware voor tv, laten we daar eerlijk over zijn. Maar daar moet het gewoon inderdaad gewoon snel voor zijn. En that's it. Nou, en ook bij Acer dan, dit van wel nog aardig om nog even bij te zetten. We zagen hetzelfde concept ook zo'n beetje, dus net bij Lenovo. Naast gaming desktops ook echt laptops die helemaal bedoeld zijn voor gamers. Dus ook weinig weer met ingetogen te maken, maar wel zo snel mogelijke hardware als wat je in een mobiel apparaat kan stoppen. Ja, en laten we ook niet vergeten, Intel heeft natuurlijk op IFA die 6e generatie core processors of Skylake, zoals wij dat liever noemen, natuurlijk ook echt officieel geïntroduceerd. Die hele rits van 48 chips. En een van de meest interessante daartussen is misschien wel het feit dat ze een overklokbare laptop processor hebben. En dat zijn de chips die we vermoedelijk in apparaten als dit ook wel tegen gaan komen. Ja, we zagen nog veel meer eigenlijk gewoon updates van bestaande notebooks. Nu met Skylake processors besteden we hier even geen aandacht aan. Maar ook gewoon de mainstream notebooks. Die zijn binnenkort allemaal met Skylake verkrijgbaar. Ja, nou, dit is misschien wel de meest bijzondere laptop die werd aangekondigd. Er was ook in de reacties op de site voldoende om te doen. Een watergekoelde laptop van Asus. Ja, de GX700 heet die. En het bijzondere aan dit apparaat is, ze hebben hem wel laten zien, alleen nog geen prijs aangekondigd en ook niet gezegd wanneer die beschikbaar komt. Dus hoe dit nou precies zit, is nog een klein beetje onduidelijk. Maar het is dus. Het is misschien een kijk eens wat wij kunnen product. Ja, maar het zag er wel redelijk af uit. Het zag er niet uit alsof het allemaal demonstratiemodellen waren die zeg maar met lijm in elkaar zaten. Het idee is dat je ziet hier ook aansluitingen, een soort wateraansluitingen feitelijk. En je kan dus op dat dock zetten en daar zit feitelijk gewoon een grote radiator in. En dan wordt er dus water rondgepompt door je laptop. Het is een vrij bizar concept, maar daardoor, en dat klinkt natuurlijk logisch, zegt Asus, we kunnen echt enorme prestaties eruit halen, omdat die koeling gewoon veel beter is dan wat met lucht nog mogelijk is. Ja, nou, we blijven nog heel even bij Asus, want er is ook heel veel monitornieuws op IFA, onder andere bij Asus. Ze kwamen met een nieuw high-end gaming scherm, ook in die ROG, Republic of Gamers reeks.
Dit is een 34-inch scherm, dus klein is hij zeker niet. En 21:9 en dan in die extra hoge resolutie, dus 3440 bij 1440 pixels. Ja. Ja, dan heb je wel wat. Ja, en het is ook wat je zei, G-Sync compatible. Dus ook als je videokaart het niet helemaal trekt om al die pixels supersnel aan te sturen, dan ziet het er nog steeds redelijk uit. Ik moet wel zeggen, de demo's die ze lieten zien, bijvoorbeeld deze game, dat draaide niet heel erg vloeiend. Dus dat was geen goede reclame. Ja. De reden waarom we er even in zetten, en dat is een bruggetje naar de volgende, is dat ze niet de enige zijn die met dat ultra-wide curved komen. Want hier zien we eigenlijk bij Philips MMD, eigenlijk vrijwel zeker hetzelfde paneel, alleen dan wat ingetogener uiterlijk. Dus niet, niet helemaal op gamers gericht. Maar hetzelfde verhaal, ook weer 21:9, erg hoge resolutie, curved. Dat is wel echt een trend die we waarnemen. Ja, en als je ze zo met z'n drieën naast elkaar ziet staan, dan daar word je hebberig van. Want Dit is toch leuk gamen op deze manier. Ja, en het kan nog een inch groter, dat laat Acer zien met hun nieuwe curved monitor. Die is wat lagere resolutie, die is 2560 bij 1080. Dat klinkt als een niet zo goed verhaal, maar het voordeel daarvan is natuurlijk wel dat het wat makkelijker aan te sturen is als je de drie naast elkaar zet. Want zij hadden dus ook meerdere opstellingen van, zoals je hier ziet, met drie monitoren naast elkaar. En dat draaide echt super vloeiend vanaf die nieuwe G6 PC die we net zagen. Ja. Dus race games op deze manier, dat is wel echt ongeveer het summum van wat je in huis kan halen nu. Ja. Nou, we blijven nog heel even bij Acer. Zij lieten heel veel nieuwe laptops en tablets zien. Zoals je al zei, het meeste zijn eigenlijk modellen die we al kennen, maar nu met Skylake processor, zeg maar, weinig... Weinig spannend om daar nu nog minutenlang over te gaan praten, maar dit ding is wel nog even leuk. Een nieuw mini-PC'tje, een beetje een NUC-achtig dingetje, waarbij ze hebben bedacht dat je daar componenten op kunt stapelen en zo de functionaliteit kunt uitbreiden. En op die manier moeten dus bijvoorbeeld componenten komen voor een extra harde schijf of voor een betere geluidskaart en wie weet wat er nog meer moet gaan doen. Ja, zelfs de bovenste is bijvoorbeeld een dock met een draadloos oplader waar je dus weer je telefoon op kan opladen. Het heet de Revo Build. De basisunit gaat zo'n €250 kosten. Het is geen snelle PC, er komen Celeron of Pentium processors in. Het grappige is, je ziet hier zo, je legt ze letterlijk op elkaar. Het valt in elkaar, het zit dan vast en dan met die pinnetjes die je ziet, maakt het contact. Alleen de VGA-unit, want er is ook een losse VGA-unit, die werkt anders. Die gaat aan de onderkant op de basisunit en die heeft ook echt een fysiek andere connector. Dus dat zal PCI-Express-achtig iets zijn. Wat dit is, wat deze interface is, konden ze ons niet vertellen. Maar dit lijkt iets USB-achtigs. Dat lijkt mij ook. Nou, of dat een succes wordt, weten we niet. Maar het is niet wel een leuk concept aan te moedigen dat er wat innovatie is in deze markt. Nou, dan een apparaat dat zou zo uit de laatste Transformers film kunnen zijn weggelopen. Ja, een omgekeerde spin vond ik zelf eigenlijk. Ja, het is een router. Ja, een router met 8 antennes. En ja, wat Asus daarvan zegt is dat dit de snelste router aller tijden moet zijn. Ze claimen 4334 Mbps. Nou ja, we gaan hem uiteraard testen als die er is. Maar ook op routervlak is er dus nog wel het nodige te verwachten de komende tijd. Ja, en daar is Asus ook echt flink in de weg in, Timmer. Als je gewoon kijkt naar hoe zij qua innovatie bezig zijn en qua marktaandeel, dat gaat lekker daar. Nou, tot zover even de ouderwetse PC-hardware, zou ik het bijna willen zeggen. IFA is en blijft natuurlijk ook gewoon een beurs met consumentenelektronica. Laten we maar eens even beginnen met smartwatches. Want dat is natuurlijk echt zo'n productgroep waar de laatste maanden en jaren heel veel om te doen is en waar ook het nodige van is aangekondigd. Ja, en niet zozeer op IFA, want er zijn een aantal smartwatches die waren eigenlijk al eerder aangekondigd of al een tijdje terug of de afgelopen weken, maar waarvan nu bekend werd wat ze gingen kosten. Dit is de Huawei Watch, die zagen we voor het eerst begin dit jaar op het Mobile World Congress, dus al een tijdje terug. Waren we heel enthousiast over, super mooi horloge, alleen nu weten we de prijs. En ja, als je hieronder kijkt, het begint bij €399 en het loopt op tot €699. Ja, dat zijn toch wel echt stevige prijzen. Dus... Ja, maar laten we zeggen, wij dachten juist, Huawei, dat is meestal betaalbaar. Ja. Dus misschien wordt dit het goedkope alternatief. Ja, dat is dus niet zo. En dat is toch wel een kleine domper. Want het is een mooi horloge, alleen de prijs is wel echt een bittere pil wat mij betreft. En voor de duidelijkheid, dit is een Android Wear horloge. Klopt. Dus maar helemaal volgens de software van Google. Nou, dan hier de nieuwe Zenwatch 2 van Asus. De opvolger van de Zenwatch, wat volgens mij niet het best verkochte Asus product ooit was, maar Ze hebben er in ieder geval vertrouwen in dat met versie 2 dat beter moet gaan. Ja, deze was ook al net voor de IFA aangekondigd. Mooi horloge, goed gebouwd. En het fijne hieraan is dat het prijskaartje hier dus wel heel erg goed van is, want dat begint bij €169. Ja. En ja, we hebben hem nog niet getest, maar dit ziet er dus wel iets uit wat gewoon 169 of bijvoorbeeld 400 voor de concurrentie, dat is toch een makkelijke keuze dan als de functionaliteit vergelijkbaar is. En in vergelijking met dat vorige toestel hier wel een vierkant scherm. Nou, het ziet er dan misschien iets minder als een horloge uit, maar wij weten al uit onze praktijkervaringen met Android Wear dat het op een vierkant scherm toch echt wel prettiger werkt dan op een rond scherm. Ja. Nou, nog een rond scherm. Hier nog wat andere smartwatches. Ja, Samsung kondigde de Gear S2 aan. Was eigenlijk ook al net voor de IFA aangekondigd. Alleen nu dus hoe die ging komen. Twee versies. Een sportversie en een klassieke versie. Eigenlijk hetzelfde onder de kap. Het grappige is, dit horloge is geheel van RVS gemaakt. Dus er zou een heel stevige behuizing moeten zijn. En wat Samsung heeft bedacht, en dat
dat klinkt wellicht een beetje suf, maar het werkt in de praktijk wel erg goed, is dat de ring rond het scherm, die kan je draaien. En er zit zo'n kliksysteem in, net als dat je bijvoorbeeld een kookwekkertje draait. Ja. En op die manier kan je heel makkelijk door de menus navigeren. En zij zeggen dan, het voordeel is en dat je feedback hebt, omdat die ring dus in klikjes werkt. Ja. En je zit niet je weet met gewoon je vingers... 3 stappen en je voelt 3 stappen. Precies. En je zit niet met je vingers op het scherm terwijl je het menu aan het bedienen bent. En het werkt in de praktijk. Ik heb er ongeveer 10 minuten mee gespeeld. Het werkt inderdaad erg goed. Hij heeft uiteraard wel een touchscherm, want op het moment dat je een functie hebt geselecteerd, zijn natuurlijk wel dingen die je gewoon op het scherm moet doen. Ziet er interessant uit, maar dit wordt ook wel een duur horloge. Dit gaat ook weer zo richting de €400, afhankelijk van de versie die je koopt. En voor de duidelijkheid, Samsung werkt nog altijd met hun eigen Tizen-systeem, dus dit is geen Android-ware. Nee, maar wat wel veranderd is ten opzichte van de vorige versie, is dat het nu met alle Android smartphones kan samenwerken. Als je Android 4.4 op hoger hebt, kan het samenwerken. Je hebt dus niet PC-specifiek meer een Samsung-telefoon nodig. Nou, dan gaan we kijken naar wat nieuwe smartphones. En dan beginnen we even bij Huawei. Ze hebben de nieuwe Mate S aangekondigd. Misschien een beetje vreemde naam voor het toestel, want tot nu toe gebruikten ze die merknaam Mate voor hun phablets, dus zeg maar voor 6-inch-achtige toestellen. Deze met 5,5 inch toch net wat kleiner. Ja, je ziet toch de meeste fabrikanten die gaan een beetje weg van het 6-inch segment. Dat kan ik toch niet zo heel erg goed lopen. Dus misschien dat 5,5 inch dat we dat ook nog weer... Ja, het is geen phablet meer, want alle high-end telefoons zijn eigenlijk zo. Het is een duur toestel en de vraag is ook hoe dit zich gaat verhouden tot de volgende Nexus-telefoon, want die gaat Huawei maken. Geruchten zijn dat die hier heel erg op gaat lijken, dus... Dan zou het prijspunt nog wel eens wat lastig kunnen zijn. Maar in ieder geval... Niet goedkoop, maar wel echt hartstikke mooi afgewerkt. Ja, mooie metalen bodem, goed scherm. Het is een prima telefoon, maar ja, de rekenen op zo'n €650 tot €700. Dat is toch echt knaken. Ja. Nou, als we het over high-end telefoons hebben. Hier een telefoon, die was al aangekondigd. Daar keken heel veel mensen naar uit. Toen zou die ineens niet naar Europa komen. Het grote nieuws is, hij komt nu toch. En dan hebben we het natuurlijk over de Samsung Galaxy Note 5. Ja, want Samsung kondigde onlangs die Galaxy S6 Edge Plus aan. Ook zo'n grote phablet telefoon, alleen dan dus met die afgeronde hoeken. Eigenlijk gewoon een grotere versie van de S6 Edge die we hadden. En toen was het verhaal, de Note 5, die komt niet, want die hebben we eigenlijk niet nodig. Nou, ze zeggen nog steeds niet dat die komt, maar er was dus dat evenement waarop dat horloge wat we net zagen, dus die Gear S2 werd aangekondigd. En naast elke Gear S2, dit waren demo-opstellingen, stond zo'n Note 5. En die SS Edge Plus, dus het vlaggenschip wat ze een paar weken geleden voor Europa officieel hebben aangekondigd, was eigenlijk nergens te zien. Ja, dus of ze hadden deze dingetjes toevallig gemaakt in Korea en die hadden ze over, maar nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik kan me voorstellen, want er was ook allerlei demo-opstellingen waar je echt met die Note 5 aan de slag kon om de foto's mee te maken, om dat allemaal te beoordelen. Ja. En ik vroeg dus ook aan de woordvoerder van Samsung, wat is dit dat ding hier zo staat? Jullie zeiden toch dat hij niet naar Europa zou komen? Zeiden ze, nou, hij zou in eerste instantie niet naar Europa komen. Dus hij is nog steeds niet officieel, maar ga er maar vanuit dat hij gewoon komt de komende maanden. Dan weten we genoeg. Nou, dan hier toestellen die echt nieuw zijn. De Sony Xperia Z5-reeks. Ja, die komt in 3 formaten. Een normale, een compact en een extra grote variant. En het aardige is, althans het aardige, het meest innovatieve eraan is... Nou, laten we beginnen met wat er sowieso is veranderd, is de camera. Er zit een nog betere, nog snellere camera in. Die was al goed verbeterd. Het meest innovatieve, althans het meest opvallende, is dat bij die grootste versie dat daar een 4K-scherm in zit. Dus echt een scherm met 3840 bij 2160 beeldpunten is natuurlijk waanzinnig hoog. Heb je helemaal niet nodig. Wij moeten ook gaan testen als we het apparaat hebben wat dat voor invloed heeft op de batterijduur. Ja, en maar, op de prestaties in games. Die gaan vermoedelijk tegenvallen. Die gaan niet heel best zijn. Maar het is in ieder geval tof dat Sony het doet. En het zijn gewoon weer hele mooie telefoons. En wat ze ook zeggen, er zit zo'n Snapdragon 18 in. Dit zou een nieuwe versie moeten zijn die minder hitteproblemen heeft. Dus die problemen van de eerste generatie, die zou opgelost moeten zijn. Ja. Nou, dan gaan we toch eindigen met een aantal tv's, want ook op dat vlak is er nog voldoende nieuws. Hier een scherm van Philips. Nou, Philips kennen we natuurlijk van Ambilight en die hebben dat nu nog weer een fase verder getrokken. Ja, Ambilux noemen ze het. En wat ze feitelijk doen is het beeld wat op het scherm is nog eens een keer groter achter het scherm op de muur projecteren. Nou, hoe doen ze dat? Dat zie je rechts, want je ziet daar de achterkant van het scherm. Daar zitten in een halve cirkel 9 kleine pico-projectortjes ingebouwd. Ja. Die dus letterlijk elk een deel van het beeld nog weer op de muur projecteren. Ja. Maar dit zijn dus geen LED-lampjes, dit zijn echt projectoren. Nee, je ziet het natuurlijk niet, want het is overbelicht omdat ik met de lens erin... erin fotografeer. Maar het zijn dus echt projectortjes die allemaal het beeld nog een keer wat groter naast de televisie laten zien. Je moet de televisie daarvoor wel een stuk van de muur afhouden. De televisie wordt ook geleverd met een speciale beugel die hem eigenlijk 30 centimeter van de muur afhaalt. Het ziet er echt heel tof uit. Ik vraag me alleen maar af of je hier niet knettergek van wordt als je er echt een hele avond naar gaat kijken. Maar dat gaan we graag uitproberen als die beschikbaar komt. Ja. Nou, dan hier een nieuwe schermen van Panasonic. En die gaan overstag, want die beginnen ook met OLED. Ja, dat was eigenlijk wel het nieuws van de beurs. Tot nu toe was eigenlijk, nadat Samsung een paar jaar geleden eigenlijk was gestopt met OLED, was LG de enige die OLED deed. Ja. Nu zagen we ineens meer OLED-tv's. Rechts bijvoorbeeld van Vestel en van Skyworth. 2 merken die in Nederland eigenlijk niet te doen, maar die kopen dus ook OLED-panelen in bij LG.
Panasonic doet dat ook. Dus het is een LG-paneel. Dat zeggen ze zelf niet, maar het is wel eigenlijk gewoon zonneklaar LG-paneel. Wel met eigen aansturing, met eigen optimalisaties, waardoor zij claimen dat ze beter zijn dan die van LG. Maar je verwacht het niet. Je verwacht het niet, maar goed, heel verhaal daaromheen. Een eigen engine, die is heel goed, dat weten we. Gaan we testen als die er is, maar in ieder geval echt goed nieuws, want OLED is het gewoon wel echt heel erg mooi. Ja, we hadden natuurlijk een tijdje hier terug die test van die LG OLED-TV, die wel 4.500 euro kostte, maar ja, wel echt gewoon ja, likkebaardend naar hebben zitten kijken. Nou, en we hadden het al over LG TV's. Die OLED TV die wij hadden, hier hadden staan waar ik het over had. Ja, maar wat mij betreft maar één nadeel, die was curved. En dat zou ik in mijn woonkamer niet willen. En ja, ze komen nu gelukkig ook met platte modellen. Ja, hadden ze begin het jaar al gezegd dat ze zouden komen. En hij is nu dus inderdaad de EF950. Wij hadden de EG960V. De EF950V is feitelijk gewoon hard en matig hetzelfde, alleen dan plat. En er komen ook nog wat nieuwe curved OLED's qua technologie eigenlijk vergelijkbaar met die 960, alleen bijvoorbeeld met een andere voet. En die gaat dan EG910 heten. Dus er komt nog wat meer aan van LG de komende tijd. Het blijft echt wachten tot dat wat betaalbaarder wordt. Ja, dat zal waarschijnlijk wel volgend jaar worden. Dit jaar verwacht ik geen grotere prijsdalingen. Ja, en dan Samsung, die hebben natuurlijk roepen hard van de toren met hun SUHD, Super Ultra HD. Nou, geef de namen zeggen. Het is in ieder geval hun marketingnaam voor tv's met de best mogelijke beeldkwaliteit. Ja. En gaan daar nu ook weer mee verder. Ja, en want bij dat SUHD, officieel zeggen ze het staat nergens voor. Er is inderdaad zo'n bord met super en allerlei termen. Maar het staat officieel nergens voor. Waar het wel voor staat is 10-bit panelen, ondersteuning voor HDR en white color. Dat is zeg maar wat bij hun SUHD is. Dus dat is de top van het Ultra HD segment. Tot nu toe was dat alleen in curve te koop. Maar nu, wegens vraag vanuit het publiek, ook een platte SUHD televisie. Dus als je een Samsung televisie met alle toeters en bellen wil, maar geen curved, kun je dus nu ook bij Samsung daarvoor terecht. Ja, en hier rechts zien we een nieuwe Blu-ray speler. En dat is interessant, want er staat Ultra HD Blu-ray. Ja. Nou is dat een standaard, ja, is het er nou wel, is het er niet? Is ja, is gefinaliseerd, alleen de producten zijn er nog. Ja, in ieder geval waar we wachten. Maar dat zou dus betekenen dat je binnenkort officieel Ultra HD films kunt gaan kopen. Ja, wanneer er eerst films komen is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat Samsung wel zegt is dat in ieder geval in Europa deze spelen aan het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar. Dus dat zal waarschijnlijk zo maart zijn, komt die op de markt. Gaat 500 euro kosten. Kan dus Ultra HD Blu-rays afspelen en uiteraard alles wat er al was. Dus normale Blu-rays, DVD's, noem maar op. Ja. Wat wel interessant is, er zit ook een mediaspeler ingebouwd. Dus Samsung Smart TV platform feitelijk met Netflix. Wat alleen onduidelijk is, wat ze ook echt gewoon niet wisten bij Samsung, is of die dan ook Netflix Ultra HD zou kunnen. Want dat is natuurlijk wel tof, want dan niet elke televisie die ondersteunt dat. Ja. Dat zou je dan met zo'n Blu-ray speler kunnen toevoegen, maar dat is nog niet daar zullen vast nogal wat telefoontjes tussen Amerika en Korea voor plaatsvinden. Nou, dan de laatste televisies van Sony. Ja, Sony had eigenlijk weinig tv-nieuws. Eigenlijk sowieso is de IFA niet echt een tv-nieuwsbeurs. Het meeste gebeurt altijd in januari. Wat we nu zagen waren dus wat extra toevoegingen bij de meeste merken. Nou, zo ook bij Sony. Hun high-end model komt nu ook in 75 inch beschikbaar. Een nieuwe Curved, de Curved LCD in dit geval. Aardige televisies, maar op zich niks super schokkends. Goed, tot zover het belangrijkste nieuws van de IFA. En ook tot zover deze aflevering van Hardware Info TV. Bedankt weer voor het kijken. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Tot dan. Er zijn Intel tablets, zowel Windows als Android gebaseerd. Maar ja, als die energiezuinig genoeg is om in een tablet te werken, past hij dus ook in zo'n sticky. Ja, bedoeld voor tablets en met weinig energieverbruik betekent dus ook dat hij weinig koeling nodig heeft. Ja, laten we daar wel meteen even op inspringen. Want heel veel mensen, als ze hem zo zien, denken, oh, hij is passief gekoeld. Nou, dat is hij niet. Daar zit een piepklein ventilator.